Ik zou de voorzitter van de vertrouwenscommissie, de heer Diederen, willen vragen het besluit wat de raad zojuist heeft genomen toe te lichten. Het woord is aan de heer Diederen. Dank u wel, voorzitter. De afgelopen weken heeft de vertrouwenscommissie met diverse kandidaten gesprekken gevoerd die de ambitie hadden om het ambt van burgemeester van de gemeente Beek te vervullen. In de besloten raadsvergadering heeft de vertrouwenscommissie zojuist over haar werkzaamheden aan de raad gerapporteerd, waarna de raad, bijeen in de besloten raadsvergadering, een besluit heeft genomen over de voordracht van een nieuwe burgemeester voor de gemeente Beek. Met gepaste trots kan ik u melden dat de gemeenteraad van Beek heeft besloten mevrouw Christine Eleonore van Basten-Baudin voor te dragen als burgemeester van de gemeente Beek. Momenteel is zij werkzaam als Managing Director van het Institute for Corporate Law, Governance and Innovation Policies en als projectcoördinator van het excellentieprogramma Premium vanuit de rechtenfaculteit van de Universiteit Maastricht. Daarnaast is zij lid van de Raad van Toezicht van Gildeopleidingen en neemt zij op voordracht van de gouverneur deel aan het oriëntatieprogramma Burgemeestersambt van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Mevrouw van Basten-Baudin is woonachtig in Valkenburg, 43 jaar oud, gehuwd en heeft een zoon en zij is lid van D66. Mevrouw van Basten-Baudin beschikt over een groot analytisch en strategisch vermogen. In combinatie met een daadkrachtige, maar vooral ontwapenende persoonlijkheid, beschikt zij over alle capaciteiten om op een moderne wijze invulling te geven aan het burgemeestersambt. De raad ziet in haar de verpersoonlijking van de kernbegrippen uit de strategische visie van Beek. Ondernemend, vitaal en veelzijdig. De aanbeveling van de gemeenteraad wordt zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de commissaris van de Koning aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vanaf deze plek feliciteer ik haar namens de gehele gemeenteraad van Beek met de voordracht als burgemeester van de gemeente Beek.